Jongens, we zijn bij Coronel Racing. Wow, is dat van Tim en Tom Coronel? Bekend van Tim en Tom Coronel, nee, de racers? Toevallig dezelfde achternaam. Is dat van... Tim en Tom, Coronel, Tim en Tom, rijden door de woestijn. De verliezer moet een tepelpiercing nemen. Eén, toch? Eén. Eén tepelpiercing. Ah. Gemiddelde van hoeveel je over een rondje doet en degene die dat als laatste heeft, die moet tandtoe tepelpiercing pakken. Maar ik kan wel goed auto rijden. Ik heb veruit het langst mijn rijbewijs, ik heb heel veel auto's gereden. Nikinja, oh van Nikinja, oh ja, Nikinja, oh van Nikinja. Wij zitten allemaal close. Ik heb het minst snel gereden. Jart is snel, hè? Wij hebben stilgestaan, hè, een paar keer. Ja. 15:38. Ja, het kan toch gewoon als je één ding... Hé, maar zie jullie wat hier is, wat dit is? Wat hier staat? Wie is het langzaamst, gemiddeld? Nee. Pol is de langste tijd. Pol is de langste... Pol! 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 Tepel piercing! Dit is niet erg. En dan ga je ergens... Ja, waar wil je dan? Rechts of links? Ik wil hem zeg maar niet. Cut to the piercing shop. Kijk waar we zijn. Amsterdam Tattooing and Body Piercing. Een beetje zenuwachtig, van mij. Ja, wel een beetje. Ja, merk het. En waarom ben jij er eigenlijk bij? Omdat ik dit niet wil missen, dat Paul Bugli Costa zijn tepel gaat verneuken. Is het fijn? Een beetje wel. Ja, had je net een paar seconden sneller moeten zijn met karten, Paul. Onzin. Een paar zijn woorden. Au. En nog een keer diep in ademen. Hey, doet het super. En doe ook zeker een duimpje omhoog. Gozer. Oh, dit ging ook heel snel. Oh mijn god, jongen, wat heb ik gedaan. Is dit? Diepe buiging. Oh ja, mama, sorry. Moeder zei vorige keer tegen mij. Je moet ophouden met die rare dingen voor je filmpjes, Kelvin. De genezingsperiode van een tepelpiercing is 6 tot 9 maanden. Echt niet. 6 tot 9 maanden niet uit. Gemiddeld nog genezingstijd. 6 tot 9 maanden? Wat? Waarom zeggen ze dit soort dingen allemaal niet? Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we wat fantastisch doen. Ik ga jullie zeker... Wat ik probeer te zeggen is dat we vandaag een hele leuke dag voor de boeg hebben. Ik wil jullie dus heel graag even melden dat het van mij... Nou, ik ben maar even in de auto gaan zitten. Wat ik wilde vertellen is als volgt... What the fuck? Oké, goed. Ik heb de kaartjes van 30 Seconds vervalst. Op deze manier krijg ik alle makkelijke woorden en krijgen mijn tegenstanders onmogelijke woorden. Hoe lang gaat het duren voordat ze doorhebben dat ik aan het schiemen ben? Hij probeert altijd te schiemen. Jongens, kom even een potje. We gaan even een potje 30 Seconds spelen. Zet even die teringzooi uit. De winnaar krijgt iets bijzonders. Die mag op date met Gabi, heb ik net met haar gefixt. Een vies beetpak in de bek spugen. Woe, let's go boys. Maar wie wil bij elkaar een team dan? Ja, ik wil met jou. Okay, kom nou, met mij een team. Laat Quinten naast mij zitten, jongens die gestudeerd hebben. Hoeveel jaar heb jij het volgehouden dan, Maxime? 2. Hey, go bro. Jullie moeten met de blauwe kant. Dit is een... Een bordspel. Ja, maar dan zonder spel. Bord. Ja, niet de paprika, maar die andere rode groente. Tomaat. Ja, Jezus, regen is... Nat. Ja, en water. Dat is... Ja, en dit is een... Schaar. Ja, en dit is een... Konijn. Ja. Lekker! Go! Okay. Dit ding. C bestaat... Nou, wat wij dit allebei gedaan hebben, maar dan ga je naar het buitenland. Exchange student. Ja, alleen dan in Nederland. Uitwisselingsstudent. Uitwisselingsstudie. Ja, alleen dan... Ja, maat, dit is zo... Heel goed. Hey, nul. Ja, joh, kom maar. Jij bent... En go. Een Nederlands tv-zender. RTL 4. Ja, en dan die daarna komt is? RTL 5. En dan die daarna is? SP6. En eentje daarna? RTL 7. Ja, jezus. Alles goed. Alles goed. Dan, what the fuck is dit? Oké, jullie zijn. Go. Machine met van die snoep erin. Maar dan degene waar je dit mee moet doen met dat snoep. Snoep, nou ja. Kauw. En dan de machine. Kauwgommachine. Zeg maar de leider van het land die zo'n kroon draagt. Koning. En dan de nageslacht daarvan. Prins koning. Ja, en dan daarachter het woord wat de opvolger. Als jij iemand neukt en je krijgt een... Kind.
Kroonkind? Ja, en dan dat woord. Kroonkind. Nee. Wat? Nee. Ik mag toch geen koning. Ja, en dan plus dat woord wat je net koninkind. Zei. Koninkind. Ja. Ready? Draai maar om. Dat is jullie... Keuken. Ja, niet de vork, maar een... Een lepel. Ja, 's ochtends drink je lekker een bakkie. Koffie. En daarna ga je naar de... wc, toilet. En dan doe je mee en neem je even lekker een water uit een... Een glas. Alles goed. Oh, maar nee, maar dit is gewoon, die kaartjes kloppen gewoon allemaal. Die kaartjes kloppen. Die kaartjes kloppen. Oké, draai hem even om dan. Nemen wij nu geel, nemen jullie blauw. Wat bitch jullie nou? Jullie zijn gewoon slecht. Wij kunnen het gewoon fucking goed. Ja. Je kan ook maximaal 3. Hebben ze zelf uitgeprint? Wat de fuck? Hebben jij dit gemaakt zelf? Ja. Wat voor zieke printer heb jij? Alleen voor 30 seconden, Fatou. Fucking nerd. Maar het is sowieso leuk om die dingen er gewoon tussen te doen. Niet even tijd. Hey Paul, ja. Ja, ik heb nu wat ontdekt, is niet normaal. Wat ik zo chill vind aan het toilet als je hier binnen stapt, dat je dan, als je dan in de hoek kijkt, kijk hier hangt dus de Silent 200. Ja. Zo'n toiletje. Hoeveel af. Hier, kijk, als het uitstaat, dan denk je, het is gewoon rustig hier. Nee, de Silent... Dit is net nieuw, hè? De Silent 200. Alsof je het er zelf op hebt gezet. Wie gaat dan hallo zeggen? Nee, goedenavond. Hey. Hey. Ben doen. Wacht op jou, man. Hey Donald. Lange haren of plat accent, dat moet Donnie zijn. Hoe lang kun je zoiets volhouden? Ik kan dit heel lang volhouden. Ik ben een veteraan in stack shower. Ik ben geliefd bij de mannen en vrouwen. Je weet zelf, man. Je weet hoe we het doen. Stack groen met een meloen. Wat de hele tijd doen, is eigenlijk dom. Hoe vaak heb ik nu gerend? Ik weet het geen eens meer. Maar één ding weet ik wel, ik ga nooit meer skit. Ik ben een hongerige jongen, ik wil alleen maar meer. Ik doe nog steeds mijn ding. Ik zit stijlen van de ping. Toen weg is stack. Stony in mijn nek. Plat accent, dat moet Donnie zijn. Je ziet me nu in de vlog van Calvin. Dit is geen grap, dit is Maradoni grap. Begrijp je hoor? Oké, lijpen nu jij. Ja, maar lof. Nina is een weekendje in Groningen. Ik ga er even vragen of het gezellig is. Hey, lieverd. Hey, Kel. Hey. Hallo. Is het gezellig daar? Love you. Okay, klaar. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei. Wat we allemaal doen voor gewoon één domme grap. Ik vind het echt beschamend.